Rijkswaterstaat heeft extra strooisout ingeslagen als voorbereiding op de winter, dat heeft hun woordvoerster woensdag laten weten. Normaal begint Rijkswaterstaat de winter met ongeveer 60.000 ton strooisout in de opslagloodse, nu is dat 90.000 ton. De extra voorraden zijn aangelegd met in het achterhoofd de ervaringen van vorige winter. Toen ontstond er, door aanhoudende sneeuwval schaarste op diverse plaatsen.